Ik ben Christian van de Wetering. We staan hier in Wijk en Aalburg voor mijn duifhok, waar we sinds 2019 onder de naam Team Hooymans NL zijn gaan vliegen. Het rechtshok is het vlieghok. Op de buitenste afdeling heeft Eva gevlogen, de eerste nationale asduif midvond. En daar zitten dus mijn wederduivinnen. En de twee afdelingen daarnaast heb ik wedunaars zitten. En deze twee afdelingen zitten de jonge duiven. En dat is het hele vlieghok. Dit is Eva, de 140 van 2018, een jaarling duivinnetje. Ze is dit jaar de eerste nationaal asduif bij Wie Heeft Ze Beter, de Best of the Best midvond. Vorig jaar als jonge duif was het ook al een heel goed beestje, want toen was ze vijfde nationaal asduif, jonge duiven kort. Ze is op totaal wetenschap gespeeld. Haar doffer vloog ook goed. Op de tweede vlucht dit jaar bij Vitesse speelde hij de eerste van 4000 en toen vloog zij tweede, dus toen kwamen ze als koppel aan. En gedurende het jaar hebben ze beide goed gepresteerd. Ik vind het echt een heel mooi duivinnetje, maar dat is altijd als het een goede duif is, dan vind je hem al snel heel mooi. Maar het is een compact, klein duifje, een bolletje, lekker soepel gespierd, mooi gesloten. En ze heeft een mooie vleugel, wat ik mooi vind. Ja, we gaan nu op weg naar Jan Hooymans. Ik verzorg voor Jan Hooymans' kweekduiven. Samen met Jan proberen we mooie kweekhoppers te maken. Ik hou me daar verder bezig met administratie en met stambomen bijwerken, verkoop van duiven. Het is natuurlijk werk, maar het voelt voor mij ook echt als hobby. Dus ik ga iedere dag mijn biksmel aan mijn werk. Christian is eigenlijk bloedfanatiek en ook echt liefhebber van duiven. Voor hem is goede duiven, het spelen met goede duiven, belangrijker dan alle andere dingen. Dat is wat ik merk. Hij wil ook absoluut op tijd bij zijn duiven zijn. Hij wil er ook de tijd voor nemen. En hij is natuurlijk jong en fanatiek. En ook natuurlijk door zijn... In zijn korte leven al van kinds af aan duiven, veel ervaring met duiven. Dus dat maakt dat het succes zo groot is, denk ik. Wij willen bereiken dat we keihard blijven spelen. Dat we een mooie kweekhok opbouwen. Waardoor we jaar in jaar uit weer kunnen putten uit goede duiven. Die dus gevlogen hebben. En waardoor we ook bij anderen natuurlijk op de hokken presteren met nazaten van die duiven. Dat is ons doel.